Deze uitzending wordt mede mogelijk gemaakt door Brasserie en Adventure Golf Het Pakhuis. Weet u wie de nieuwe burgemeester is van Roermond? Ik heb haar gezien, maar ik weet haar naam niet. Ik weet wel dat ze ergens uit de uh, Amsterdamse. Ja, Jolanda Ik heb wel meegekregen, maar. Jolan, Jolanda nog wat? Ik weet, ben alleen de achternaam kwijt, sorry. Een mevrouw, maar ik weet niet haar naam. Oh jee, ja, dat weet ik wel. Maar dan ga je mij vragen hoe. Nou, nee. nee. Ja, dat weet ik wel. Vanuitzien. Weet ik wel vanuitzien. Geen flauw idee. Nee. Geen flauw idee. Nee, dan de naam kwijt. Ik. Wat verwacht u van de nieuwe burgemeester? Nou ja, ik verwacht dat ze gemond uh, veilig houdt en gewoon uh, goed bezighoudt. Gewoon gemond in stand houden, dat is het belangrijkste. Verbindend. Dat ze verbindt. Dat okay. Met... heb ik eerder gehoord. Ja? ja, dat vind ik in deze huidige maatschappij heel belangrijk. Ja, dat nog meer? Wat nog meer oog heeft voor de zwakkeren en goed op de centjes past. Ja, dat is een goede vraag. Um, nou, ik denk dat het vooral belangrijk is dat Remond blijft groeien. En um, dat er veel gedaan wordt aan het woningaanbod. Zoals ik de stad hier zie dat die best wel leeg staat. En ik denk dat het goed is voor Remond dat daar weer wat leven in de brand. Ja, leven. absoluut. Ja. ja, ik denk dat dat gewoon een betrouwbare verbindende persoon moet zijn binnen de gemeente. Ja, Dat tootjes goed in handen heeft en ook weer opnieuw kunnen beginnen. Uh, dat ze goed haar best gaat doen. Denk, dat ja. ze de gemeente goed bestuurt, hè? dat is heel belangrijk. Ja. Goed de, de stad kunnen regeren en alles in de gaten kunnen houden. Dat goed loopt allemaal. Uh, dat die achter zijn bevolking staat. Die oog heeft voor wat de, wat de stad nodig heeft, de cultuur nodig heeft. Hè? Ja. En uh, kijk naar de winkels en kijk uh, naar het uitgaansleven. Gewoon iemand weet wat de stad nodig heeft. Ja. Uh, nou, ik denk dat mensen verwachten dat de burgemeester wel staat voor de samenleving en uh, de burgers zelf en uh, goed luistert en uitvoering geeft aan datgene wat de burgers graag uh, wat die hebben aangegeven met uh, de gemeenteraadverkiezingen. Ik verwacht dat ze verbindend is. Ik verwacht dat ze kijk. Romond is een prachtige stad. En dat willen we ook zo houden, denk ik. Ja, en dat het ook betaalbaar blijft voor iedereen. Deze uitzending werd mede mogelijk gemaakt door Bij Stox, Romond, Maasbracht en Heerlen.